Dirk Kuipers, de problemen bij het WMO en dan vooral de jeugdzorg, hoe groot zijn die? Nou, wat onze gemeente betreft valt dat gelukkig nog aan. Dan zitten wij nog iets onder het gemiddelde. We hebben van alle 100 jongeren zitten er 9,9 jongeren in de jeugdzorg. Gemiddeld in West-Friesland is dat ruim is dat iets boven de 10%. Dus daarbij doen wij het nog goed. Dat laat onverlet natuurlijk dat wij ook natuurlijk tekort hebben op het gebied van jeugdzorg. Dus daar zal op de een of andere manier zal er iets aan moeten gebeuren. Want die tekorten die zijn gewoon structureel. Die gaan niet volgend jaar weg en het jaar erop ook niet. En we moeten natuurlijk ook investeren in de toekomst. En dat betekent dat we aan de voorkant ook veel moeten investeren. Dus op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie. De kleuters, de peuters. Zelfs al bij de consultatiebureaus moeten we dingen kunnen constateren. En natuurlijk op het gebied van schoolmaatschappelijk werk willen we gaan investeren. Dat kinderen in basisonderwijs eerder opgemerkt worden. En dat die goed begeleid worden aan het begin van hun carrière meteen al. Zodat later problemen worden voorkomen. Nou, was vorige week een vereniging van Nederlandse gemeenten. Die kwamen naar buiten met een bericht van Rijk, je neemt het maar terug, de WMO en de jeugdzorg. Nou, zo zeiden ze het niet helemaal. Ze zeiden van als het Rijk niet bijspringt, dan kunnen de gemeentes hun transformatieopdracht niet meer uitvoeren. Dus met andere woorden van, als wij tekort middelen krijgen om inderdaad te zorgen dat de jeugdigen inderdaad goed begeleid worden, dat de WMO, dat de ouderen inderdaad goed geholpen kunnen worden, ja, dan kunnen de gemeentes niet meer garant staan voor de juiste zorg. En dan zijn we helaas genoodzaakt om het terug te geven, maar zover is het nog niet. Het is meer een soort waarschuwing naar het kabinet en het Rijk om inderdaad meer geld bij te plussen. En dat moet ook, want ja, de overgang ging destijds in 2015 gepaard met een korting van 15%, omdat men dacht van nou, de gemeenten staan dichter bij de mensen die het nodig hebben, dus dat is een bezuiniging. Achteraf bleek, of is gebleken, dat het eigenlijk een verkeerde bezuiniging was, want omdat we dichter bij de mensen staan, signaleren we ook eerder zaken die opgepakt moeten worden. En heb je dus een grote toevloed van klanten. En wat nu als de schatkist leeg is voor de WMO? Hoe ziet dan de toekomst eruit? Stoppen of is er nog een ander potje? Nou, stoppen kan sowieso niet, hè? Want het is eigenlijk een open eindregeling. We zijn verplicht als gemeente om inderdaad de jeugdzorg te leveren. Alleen wat je dan krijgt is dat er waarschijnlijk een wachtlijst ontstaat. En dat willen we niet. Bovendien is het helemaal niet nodig. Het Rijk heeft 11 miljard over. Hè? Het Rijk heeft zoveel geld, ze kunnen het geld niet uitgeven. 11 miljard op de plank liggen. Er is 2 miljard nodig inderdaad om voor alle gemeentes de zaken goed te kunnen regelen. Denk van, doe niet zo ingewikkeld. Zorg ervoor dat die gemeentes genoeg middelen hebben. Hè? Dat gaat voor een gedeelte nu wel gebeuren, geloof ik. Want bij de juni of mei circulaire wordt een bepaald bedrag overgegeven naar de gemeentes. Maar het is nog niet genoeg, denk ik, om alle nood te lenigen. Dus zorg er nu voor, Rijk, dat je de gemeentes genoeg middelen geeft om hun taken goed uit te kunnen voeren. Dus in de toekomst hoeven de mensen die met WMO te maken hebben niet te twijfelen of bang te zijn dat er iets gaat gebeuren aan hun opvang, verzorging, PGB's? Nou, kijk, als het aan de gemeentes ligt, niet. Maar nogmaals, dan moeten de gemeentes wel genoeg middelen hebben om hun taken goed uit te kunnen voeren. En dat is een duidelijke oproep aan meneer Hoekstra van Financiën, maar ook aan meneer De Jonge, die inderdaad de zorg in zijn pakket heeft, om nu eindelijk goed over de brug te komen, zodat de gemeentes hun werk goed kunnen doen en de mensen die het nodig hebben ook geholpen kunnen worden.